Hi beautiful ladies, dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Me TV. Deze week een food diary uit mijn eerste week in China. Mocht je straks op vakantie clean willen eten, dan kan je hier alvast inspiratie uithalen. Vandaag is het feest, want ik heb havermout gevonden. Ze hebben hier heet water, een bakje, een lepel en een mes. En ik heb een papaya die ik lekker uit ga scoopen. Woehoe! Ondanks dat ik op reis ben, probeer ik toch 6 dagen clean te eten met 1 YOLO-dag. In Zuid-Korea heb ik veel gebakken eitjes gegeten als ontbijt, maar havermout heeft toch mijn voorkeur. Het is snel en voor de meest Spartaanse versie heb je eigenlijk alleen maar een zak havermout en heet water nodig. Doe er een stuk fruit bij en je hebt een heel voedend ontbijt. Even serieus, ik ben zo blij dat ik al het eten meeneem. Op dit moment heb ik 3 uurtjes geslapen. En als ik geen eten bij me had, dan zou ik nu dus de deur uit moeten omdat ik honger heb om eten te zoeken. Maar als je eten bij je hebt, dan hoeft dat niet. Snacktime! Ik probeer altijd 5 maaltijden op een dag te eten om te voorkomen dat ik honger krijg. 2 uur na mijn ontbijt eet ik de 2e maaltijd, dat is de 1e snack. En daarvoor heb ik deze geroosterde bonen gevonden. Ze zijn heel voedzaam en makkelijk mee te nemen. Ik heb een zak van 500 gram gekocht, die ik dan in aparte porties in vershoutfolie met me meenam. Voor een snack die goed vult, combineer je altijd proteïne met koolhydraten en het liefst ook met goede vetten. In dit geval waren de bonen altijd mijn proteïne, dus de eiwitten. Maar het vult nog beter met een stuk fruit erbij. Lunch! Tijd. Als je niet perfect clean kan krijgen of weet hoe je het moet bestellen, doe dan gewoon je best op de meest clean optie die er beschikbaar is. Op reis is het best lastig om altijd perfect clean te eten. Ik zoek daarom een optie uit die het meest clean is en die eet ik ook dan heel vaak. Dit zijn noedels met groenten en tofu. En dit is een groentesoepje. Ook neem ik bij uitstapjes toch altijd mijn eigen eten mee. De maaltijd die je net zag heb ik ook gewoon meegenomen voor mijn lunch bij de grote muur. Voor mij kost het persoonlijk minder energie om mijn eigen eten mee te nemen. En zeker te weten dat ik iets eet wat ik wil eten. In plaats van dat ik ter plekke moet gaan kijken wat er beschikbaar is. En daar dan weer apart moet gaan zoeken. Dit is trouwens mijn favoriete lunch van de week. Ik at hem bij de uitgang van het terracotta leger. Het is gedroogde tofu met gewokte spinazie. 2 uur na mijn lunch eet ik altijd mijn 2e snack en dat is deze week eigenlijk altijd hetzelfde geweest. De geroosterde bonen met een stuk fruit. Zelfs naar de muur heb ik een stuk papaya meegenomen. Een persikje onderweg. Ik ben mijn buurman Engels aan het leren en hij is mij Chinees aan het leren. En een handje bonen om het leerwerk te ondersteunen. Na de trieste avondmaaltijden die ik als vegetariër in Zuid-Korea heb gegeten, was de hotpot in China echt een godsgeschenk. Ik heb het dan ook 4 dagen achter elkaar gegeten en eigenlijk bijna altijd gewoon tofu met groentecombinaties. Het avondeten is hotpot. Dat is een traditioneel Chinees gerecht. Daarbij krijg je een bouillon. En je kan er allemaal dingen bij bestellen die je dan zelf in die bouillon klaar gaat maken. Ik heb gedroogde tofu, wat groenten, ik heb geen idee wat dat is. Ook bij mijn treinreis van Beijing naar Xi'an laat ik niks aan het toeval over en neem ik mijn eigen eten mee. Dit is de lunchmaaltijd die je eerder zag, maar nu als avondeten. Omdat ik nooit langer dan 1 week op dezelfde plek ben, maakt het niet uit dat ik in 1 week heel veel keer dezelfde maaltijd eet. Volgende week zit ik namelijk op een andere plek en eet ik sowieso een andere maaltijd. In Xi'an zijn op dit moment deze straatgerechten de favoriet. Tofu met een soort van sausje eroverheen. En groenten wat eventjes kort geblancheerd is, een soort hotpot-achtig iets. Gedurende de week schrijf ik vaak op wat ik op mijn YOLO-dag wil eten. Ik begin de dag bijvoorbeeld met een koekje of zoals met deze sandwich. Het is een ontbijtwrap waar ei in zit. En elke keer als ik iemand ermee zag lopen, dacht ik, oh my god, die moet ik ook uitproberen. Hij was uiteindelijk ook echt verrukkelijk. Ook kom ik vaak interessante dingen tegen die ik gewoon wil uitproberen omdat ik ze niet ken. Zoals bijvoorbeeld deze frisdrank. De smaak was zeezout en grapefruit, waardoor ik dacht, laat me deze uitproberen. Het was super lekker. Echt een aanrader. Woehoe, YOLO time. Ik heb komkommerchips, mijn paarse broodje uit Taiwan. En ik heb nog een groene versie daar ook van genomen. 2 kinderreepjes. Deze zijn zo lekker. Bananenchips, mijn favorite. En zeezout en calamansi drankje. Geen idee wat het is, calamansi, maar we gaan het zien. Het is vrij smakeloos, vrij droog. Het is oké, niet heel geweldig. Gewoon oké. Oké, komkommerchips. Lekker, maakt ook wel echt wel komkommers. Een beetje bittere citroen. Het is gewoon citroen met een klein beetje bitter erbij. Net een uur lang naar dimsum gezocht, maar de aanhouder wint. Ik heb de helft clean en de helft niet. En de
dit was mijn food diary van de eerste week in China. Vind je dit leuk? Steek dan een duimpje omhoog, want dan kan ik dit ook voor andere landen doen. En als je geabonneerd bent, dan zie ik je natuurlijk volgende week. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want dan zie ik jou ook volgende week. Dankjewel voor het kijken.